Hello, what's up, it's Shay. Rap, it's your boy Kenzo. And I'm swagged up, blowing on that gap. Hoe ik het hoorde, kunstbende. Denk dat ik het toen de tijd op middelbare school had ik het zeg maar binnengekregen dat het talentenjacht was. Dus toen. Want jij deed al eerder mee, hè? Ja, ik deed mee. Ja. Ja, nee, 2007 was voor mij het eerste jaar. Na maandenlange creatieve, bruisende spanningen is het vandaag eindelijk zover. De finale van Kunstbende 2007. Ik deed mee met een groep die eigenlijk daar heel erg mee bezig was. Ik wist er helemaal niks van. Ik dacht, oké, nou, het zal wel go with the flow. En uiteindelijk heeft het me wel echt ver gebracht. Hebben we elkaar dan ontmoet, dus dat is wel grappig. Op dit moment zijn wij bezig met heel veel dingen samen vooral. We zijn video's aan het opnemen op YouTube en eigenlijk de mensen een beetje proberen te inspireren. En daarnaast ook bezig op tv. Ja, wij zijn de eerste seizoen van Dance Dance hebben gegooid. Ja, de eerste, kun je dat knippen altijd? Nee. De eerste season van Dance is Dance hebben we gechoreografeerd. Daarna zijn wij ook gelijk doorgegaan naar Battle on Dance Floor. Ja, dus zo blijf ik een beetje bezig met het choreograferen op televisie. Ik begon met dansen toen ik eigenlijk wel baby was. Ik ben opgegroeid in funk, soul en jazz, dus ben me een beetje in mijn babyschoenen geworpen. Maar toen ik serieus begon met dansen was ik ongeveer 13, 14. Bij jou? Ik begon toen ik 6 was, serieus met dansen. Ik ben nu 22. En eigenlijk ben ik al in de dansschool opgegroeid toen ik vanaf mijn 2e. Dus ik denk dat ik toen al wel een beetje begon. Maar daarnaast geven wij ook samen exclusive les hier bij Touché. Mm-hmm. Elke donderdagavond, ik om 8 uur en Shay om 9 uur. En als je nog iets eerder komt, kan je ook les van Senna volgen. Zij is dope om 7 uur. Ik vind Kunstbende een superleuk platform waar je lekker jezelf kan zijn en lekker je eigen dingen kan delen. Mm-hmm. Het is best wel een goede grote stap, zodat veel meer mensen je kunnen zien en veel meer mensen kunnen zien wat je in huis hebt. Mm-hmm. Dus ik vind het een heel tof, leuk event. Ja, het is een heel tof platform inderdaad.